Dit is Constant de Koning, 64, gehuwd met Lydia, met wie hij twee dochters heeft, Louise en Constance. Het grootste deel van zijn rijke loopbaan was Constant de Koning auditeur bij het Rekenhof. In maart 2016 wordt bij hem lymfoom vastgesteld, een agressieve kanker. In oktober 2017 verneemt Constant de Koning dat hij nog zo'n 6 maanden te leven heeft. Maar het draait anders uit. Ik ben nog heel actief, schrijven van artikelen, bijdragen, geven van lezingen. Zodanig dat de expertise die ik de voorbije 30 jaar heb opgebouwd vanuit mijn werk op het Rekenhof, dat ik die nu ook nog altijd kan actualiseren en naar de rechtspraktici brengen door middel van onderbouwde lezingen door onder andere het verwijzen naar recente rechtsleer en rechtspraak in mijn gebied van het recht, het overheidsopdrachtenrecht. Men heeft dan in maart 2016 kanker vastgesteld, een folliculair lymfoom. Als ik de eerste beelden zag, dan was na een PET-scan lichtte dus mijn volledige lichaam op als een kerstboom. Overal groene plekken of grote plekken waar dus lymfomen zich hadden gemanifesteerd. Dat was een shock. Ja, ik kan dat niet anders beschrijven dan een shock uiteraard. Het onbegrip hè, van oei, wat gebeurt er en hoe gaat het aangepakt worden. Maar ik denk ten tweede ben ik toch wel snel in de fase gaan van oké, de wetenschap staat al ver en we hopen toch dat er behandelingen zijn. Dus dan gaat... Allee, voor mij was dat toch snel in de fase van we gaan dat aanpakken. Hè. Niet alleen hij, maar als familie gaan we daar... April 2016. Constant ondergaat een doortastende chemotherapie, maar hervalt. Er volgt een alternatieve chemotherapie. Ook die slaat niet aan. We zijn juni 2017, wanneer een arts erin slaagt in het kader van een studie nog een andere, nieuwsoortige chemotherapie aan te bieden. Toch gaat het met Constant van kwaad naar erger. Toen was vastgesteld bij het nemen van een nieuwe biopsie, want ik zit vol met... Streepjes, littekens, littekens waar men biopsie in heeft weggenomen. Stelde men vast dat het omgeslagen was van een indolent folliculair lymfoom, een traag groeiend lymfoom, naar een heel agressieve, diffuus, grootcellig B-cel lymfoom. Dat was weer een ganz ander verhaal. Terwijl de emotionele rollercoaster voortduurt en gezwellen zijn lichaam misvormen, blijft Constant zijn studiewerk verrichten. Hier de halsstreek en het bovenste van de schouderblaar. Het gezicht. En ook de speekselklier die ontstoken was en die dan hier zo een bult gaf eigenlijk. Ja. Iets verschrikkelijks, maar ik bespaar u de details. Maar ook die gezwellen gingen niet weg en dan heeft men beslist om... alles te bestralen, waar ik dus gezwellen had. Want als men spreekt van diffuus grootcellig B-cel lymfoom en het agressief karakter daarvan, u ziet het dagelijks groeien. Hè? Dus een gezwel, dus dat is geen joke. Hè? Dus als je de meter erbij legt, ziet je de centimeters per dag quasi toenemen.
bij wijze van spreken de bultenaar van de Notre Dame, omdat die gezwellen ook werkelijk uit mijn vest. Ja, ik kon ze door de jas heen opmerken. Maar dan heb je dus ja, dat wonder van de bestraling die je niet geneest, maar tijdelijk soelaas biedt. En dus op 3 dagen was alles weg. De radiotherapie doet weliswaar de gezwellen verdwijnen, maar er treden complicaties op. Wacht, ik ga mijn hoedje halen. Want ik heb hier keratomen, prekanker. Ik zou nu niet graag sterven van huidkanker, terwijl dat ik op dit moment toch genezen ben van lymfomen. Constant zou nog 6 maanden te leven hebben. Oh, dit is een kerselaar die ik nooit dacht te zien opgroeien, maar we zijn nu toch al in ons 3e jaar. Ja, maar bijvoorbeeld typisch is vervaldata op blikjes. Dat je zegt, ah ja, dat zal niet meer voor mij zijn. Of dat was in 2017, stond dan op bijvoorbeeld goed tot 2020. Dan zeg je, ja, dat zal ik niet meer halen. Dus dat zijn altijd heel duidelijke merkpunten waar dat je rekening mee houdt. Als je daarmee wordt geconfronteerd. Data? Ja. En dat men zegt, ja, binnen 3 jaar, dan zeg je, ja, boh. Dat zal niet voor mij zijn. Nabol, never say never. Mijn papa ging er heel moedig mee om in die zin dat hij er echt voor wou gaan. En dat hij, denk ik, het ons ook gemakkelijk heeft gemaakt in die zin dat hij ons er niet te veel bij betrok en dat hij het meer op zichzelf droeg, allee, de last in zich. Wat voor ons ook niet gemakkelijk is natuurlijk, want ja, je wilt natuurlijk bijstaan en helpen. Maar het was vooral een solo-traject in die zin dat hij er niet over communiceerde of niet praatte, omdat hij er ons ook niet wou mee belasten eigenlijk. Nog andere therapieën brengen geen soelaas, maar ze helpen Constant wel sterk genoeg te blijven tot hij voorjaar 2019 in aanmerking blijkt te komen voor een relatief nieuwe, revolutionaire immuuntherapie die bekend staat als de CAR-T-therapie. Mijn papa heeft een documentaire gezien, ik denk dat het op National Geographic was, dus dat is heel futuristisch natuurlijk, hè, van een patiënt, die had wel leukemie, maar ook ja, een bloedkanker, die dus eigenlijk echt op intensive care lag, die ja, zo goed op sterven na dood was. En dat was eigenlijk een onderzoek, nog een vroeg stadium onderzoek, waar men dan de therapie heeft toegepast. En hij vertelde daar ook over tegen ons. Ik heb een wonderverhaal gehoord. Nou, de CAR-T-celtherapie is eigenlijk een behandeling waar men gebruik maakt van de eigen immuuncellen van de patiënt, van zijn eigen immuuncellen. En die worden in het laboratorium op een speciale manier bewerkt en zo eigenlijk getraind dat ze terug ingebracht bij de patiënt het lymfoom gaan aanvallen. Dus echt een immunologische reactie uitlokken richting lymfoom. Ik ben heel erkentelijk voor die out-of-the-box thinking die mij eigenlijk nog een bijkomend jaar, een overbridging jaar, heeft gegeven. Totdat ik in de mogelijkheid was om de CAR-T-celtherapie in goede conditie, zal ik het zeggen, te mogen ontvangen. CAR-T is een baanbrekende vorm van immunotherapie die gebruik maakt van het immuunsysteem van elke patiënt afzonderlijk. Witte bloedcellen bevatten T-cellen. Als die T-cellen uit de patiënt gehaald en zo geherprogrammeerd worden dat ze meteen in het bloed kankercellen gaan zien als lichaams-oneigen cellen, zullen ze die cellen en dus de kanker onverbiddelijk uitschakelen.
Het immuunsysteem is een heel krachtig systeem. Dat weten we uit de transplantatiegeneeskunde. Dus we weten eigenlijk uit de transplantgeneeskunde dat als we een orgaan zonder specifieke begeleidende maatregelen gaan transplanteren van persoon A naar persoon B, dat het immuunsysteem van persoon B in staat is om dat volledige orgaan af te stoten. Dus dat illustreert de kracht van het immuunsysteem. Eigenlijk zouden we die kracht, of eigenlijk is het al lang een droom van kankerimmunologen om de kracht van het immuunsysteem te exploiteren in de context van kanker. Want als het immuunsysteem organen kan afstoten, is het immuunsysteem in theorie ook in staat om kanker af te stoten. Daar stelt zich even wel het probleem dat kanker ontstaat uit lichaams-eigen cellen. En het immuunsysteem is in onze kindertijd getraind om lichaams-eigen cellen met rust te laten. Want anders zou het immuunsysteem ons als levend wezen afstoten. En het idee dat toen ontstaan is om dat probleem te omzeilen, is eigenlijk om het immuunsysteem van persoon B uit te rusten met een nieuwe receptor of een artificiële receptor, zodanig dat die tolerantie van het immuunsysteem ten opzichte van de eigen tumoren, de eigen lymfomen in het bijzonder, dat die tolerantie wordt opgeheven. Dus eigenlijk het principe van CAR-T-celtherapie is dat het immuunsysteem wordt uitgerust met een nieuwe receptor, een nieuwe antenne op de oppervlakte van de cellen, zodanig dat het immuunsysteem van persoon B effectief ook in staat wordt gesteld om kankercellen van het eigen lichaam te herkennen en ook aan te vallen. Dan zijn er nog wat vragen. In welke mate behouden chemotherapie en stamceltransplantatie hun belang? En daarmee verbonden, kan CAR-T in plaats van als laatste redmiddel in een veel vroeger stadium als behandeling gegeven worden? Het zou dus naar de toekomst toe best mogelijk zijn dat de chemotherapie stilletjes aan minder belangrijk gaat worden. Kijk bijvoorbeeld naar patiënten, maar dat is een ander soort van ziekte, met chronisch lymfatische leukemie. Dat was standaard chemotherapie en dat is nu vervangen voor een groot gedeelte door ander soort niet-chemotherapie behandelingen. En niet alleen immuuntherapie, maar ander soort meer targetgerichte therapieën. Dus dat kan best zijn dat het bij de lymfomen in de toekomst ook die richting uitgaat. Het is te hopen, want chemotherapie nogmaals is een weinig selectieve therapie. Het maakt het lichaam kapot, het maakt de kankercellen kapot. En je wil natuurlijk zoveel mogelijk het lichaam beschermen en de kankercellen selectief kapot maken. En potentieel heeft immuuntherapie daar meer kans op. Ook de laattijdige nevenwerkingen van chemotherapie zijn natuurlijk ook niet te onderschatten. Dus mocht immuuntherapie en CAR-T-celtherapie die plaats gaan krijgen, dan is dat voor de patiënt natuurlijk in eerste instantie, geeft dat de beste hoop naar de toekomst toe. Ik denk dat wij als familie echt heel dankbaar mogen zijn dat hij toch die tweede kans eigenlijk heeft gekregen en dat ze toch hebben ook blijven vechten voor hem. Het is geen solo gevecht, die zijn niet de familie alleen, maar het team stond er ook achter. En daar mogen we toch wel heel gelukkig mee zijn dat we zo'n goede behandeling, dat mijn papa zo'n goede behandeling heeft gekregen. Maar er zijn, zegt professor Van den Bergen, ook risico's verbonden aan de CAR-T-celtherapie. CAR-T-celtherapie, het principe is dat er een immune reactie ontstaat tegen de ziekte in de patiënt. En soms raakt die immune reactie, brengt die neveneffecten mee. Die neveneffecten kunnen banaal zijn, zoals de effecten van een banale griepale infectie. Maar die neveneffecten kunnen soms ook aan de controle dreigen te ontsnappen. En dan moeten we snel ingrijpen, dan moeten we bedacht op zijn. Er zijn twee groepen van neveneffecten die relatief specifiek zijn voor dit soort therapie. Dat is een soort van cytokine storm. En een ander effect, een neveneffect, zijn neurologische neveneffecten.
heeft mij heel goed begeleid, het minste dat er was. Dus regelmatig onderzoek dat men zegt, wat is dit? Ik zeg een stilo. En dan zo altijd zo'n hamertje boven. Prof, wat is dit? Ik zeg, een reflectiehamertje. Nee, de koning is het nog altijd in goede doen. Maar het begon... het begon dan ja, te ontaarden. Hè. Dus je moest een zin opgeven. Dura lex et lex had ik opgegeven. De wet is hard, maar het is de wet. Omdat het kort was, men had me gezegd, schrijf geen lange zinnen, want je moet om de 3 uur moet je die zin opschrijven, dag en nacht. Omdat men wil zien of dat je ja, geen... of dat het niet ontaart. We hadden dus een verpleger die me dag en nacht wakker maakte en die zei, uw zinnetje, en wat is dit? En zo. Ghost, dura... flex, setbacks. En de verpleger zei, dat is niet goed, meneer de koning. Dit is echt niet goed. En ik probeer het echt goed te schrijven, maar ja... Het ging niet, ja. Het dan even op intensieve, maar bon, voor de rest... Heel interessant. Ik had daar mijn bureau eigenlijk in mijn kamer. Hè. Ik gaf juridisch advies aan de verpleegsters. Zeg was. Mijn vader is een enorm voorbeeld voor mij... ja, niet alleen gewoon de grote mentale weerstand die hij heeft, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Ik denk niet dat er veel mensen zo'n traject zouden kunnen volhouden. Allee, fysiek, maar zeker ook niet mentaal. Uiteraard, hij heeft moeilijke momenten gehad en dat weet ik ook, maar hij heeft dat ook proberen een beetje voor zichzelf te houden, wat niet altijd de ideale manier is, maar dat heeft ook ons, voor ons geholpen om het draagbaar te maken. Voor welke patiënten moet het beschikbaar zijn? Dat is een hele moeilijke vraag. Dan kom je weer terecht op, moet je dat in eerste lijn beschikbaar stellen? Of moet je dat pas in tweede of een derde of een vierde lijn? Ik denk dat het daar echt even wachten is op studies die daar het juiste antwoord geven. Moet je er een leeftijdslimiet aan toevoegen? In het begin was dat zeker noodzakelijk, omdat de nevenwerkingen niet zo goed nog bekend waren. Dat heeft men inmiddels wel geleerd en die nevenwerkingen waren zeker niet licht. Maar die ervaring is opgedaan, dus ik denk dat je inmiddels de leeftijd echt wel kan optrekken naar 70 jaar, misschien 75 jaar. Napels zien en net niet sterven, zei ik altijd. Ja, letterlijk. Want wij deden verschillende. Ik zeg, dit wordt dan ook wel de laatste keer. Hoeveel keer dat ik de laatste keer naar Londen geweest ben, naar Parijs? Kun je je niet voorstellen? Maar nu niet meer. Nee, we hebben nu gaan we, maar nu zeggen we niet direct, het zal de laatste keer zijn. We zijn een beetje, we mogen ook geen hubris hebben. Hè? De goden tartende overmoed is niet goed. Hè? De spannendste momenten waren wel de uitslag van de PET-scan natuurlijk. Hè? Dat brengt dus de waarheid aan het licht en dat zijn wel spannende momenten dan. Het is ook ja, alles of niets. Daar zijn we niet zo goed van. Eén kankercelletje zichtbaar is, ja. Hoewel de CAR-T-therapie vrijwel op punt staat, zijn er nog uitdagingen, maar ook en vooral mogelijkheden om er meer mensen mee te redden. CAR-T is evenwel een complexe therapie. Er is de apherese, waarbij T-cellen uit het bloed worden gehaald. Vervolgens moeten die T-cellen gemanipuleerd worden, waarna ze terug in het bloed van de patiënt worden gebracht. Als we spreken van 40% kans op succes, dan bedoelen we 40% kans op definitieve genezing. Dat is eigenlijk wat de patiënt wil weten en wat de patiënt bezighoudt. Genees ik van mijn ziekte? Of niet? We zijn 2,5 jaar later en ik ben er nog altijd in goede gezondheid. Ik was onlangs in overleg met een professor uit de UCL die het noemde de Lazarus Treatment. Dus, Lazarus effect, ja. Opnieuw leren. Uit de doden opgestaan. Thank you.
patiënten die in het laatste stadium zich bevinden en die geen CAR-T's zullen krijgen, is de uitkomst, zoals ze in het Engels zeggen, abysmal. Dus heel slecht. Dat zijn de CAR-T-cellen die mij werden toegediend. Zonder was de dood tot gevolg. Alles tezamen geeft dat heel veel hoop voor mijn papa, voor mij als familie, maar ook voor andere patiënten die in eenzelfde verhaal zitten. Hè? En ik hoop dat het verhaal van mijn papa dan als mooi voorbeeld kan dienen om de hoop niet op te geven, om te blijven vechten. En dat dat toch veel moed gaat geven aan patiënten die in hetzelfde schuitje zitten, helaas. Ja.